Op vrijdag 10 juni starten zo'n 180 internationale wielerpros in Leudal aan de dagetappe van de ZLM-tour door Limburg. Deze tour wordt gezien als dé voorbereidingskoers op de Tour de France voor sprinterploegen. Burgemeester Deze Richemalsleger geeft om 12 uur het startsein. De start van de 186 km lange etappe door Limburg vindt plaats op de parkeerplaats Vlasstraat Dorpstraat in Heidhuizen. De koers gaat in zuidelijke richting en zal eindigen in buchten rond kwart voor vijf. En uiteraard is ML5 erbij. In steeds meer gemeenten worden tijdelijke woningen neergezet voor spoedzoekers, mensen die door omstandigheden snel een woning nodig hebben. Zo ook in heel aan de Meester Del waar deze week acht tiny houses zijn geplaatst. Bedoeld voor mensen van alle leeftijden die op heel korte termijn een woning nodig hebben. Het betreft tijdelijke woningen die mensen maximaal twee jaar mogen huren. Er zijn wel voorwaarden verbonden om in aanmerking te komen voor zo'n huisje. Meer informatie is te vinden op de website van Wonen Zuid. Euromon kan medicijnafval sinds kort bij alle apothekers ingeleverd worden. Daarmee volgt de gemeente de lijn die in grote steden van Nederland lang is ingevoerd. De restanten kunnen voor mensen die slechter been zijn ook meegegeven worden aan de bezorgers. Aan deze proef werken alle Roemondse apotheken mee. De vier kandidaat-wethouders voor de gemeente Leudal zijn bekend. De coalitiepartijen dragen vier kandidaten voor als wethouder in het nieuwe college van de gemeente Leudal. Dit zijn Helene Weijers en Michel Graaf van Samen Verder... Robert Martis van D66 en Huub van Helden van het CDA. De officiële benoeming van de vier kandidaten vindt plaats op dinsdagavond 14 juni tijdens de raadsvergadering. En die wordt weer live uitgezonden door Omroep ML5. Komend weekend is de Napoleonsweg tussen Neer en Kessel volledig afgesloten... Om precies te zijn van vrijdag 10 juli 7 uur s'avonds tot maandagochtend 13 juni 6 uur. Dat geldt ook voor woensdag 22 tot en met vrijdag 24 juni en maandag 27 tot en met dinsdag 28 juni. De provincie gaat hier asfaltonderhoud uitvoeren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Heldersteweg en de Kesselsteweg. En dan het weer voor de komende dagen. Overwegend bewolkt, maar ook zonnige perioden. Weinig kans op neerslag en temperaturen rond 20 tot 23 graden.